Dames en heren, Jumping Amsterdam is topsport in alle facetten. Top dressuur, topspringen en top paradressuur. Want dat is net zo goed topsport, Demi Vermeulen. Ja, zeker. Daar ben je het vast mee eens? Ja, helemaal. Dat is zeker topsport. Ja. De topsport zit hem hierin dat je eigenlijk hetzelfde moet doen als topruiters in springen en in de dressuur. Namelijk je paard laten doen wat jij wil dat hij doet op het moment dat hij het moet doen. Ja, klopt. En dan moet je een topcommunicatie met je paard hebben. Vertel er eens iets over. Ja, dat is bij ons zeker heel erg belangrijk. Ik kan natuurlijk, ik ben ongeveer verlamd vanaf onder mijn knieën. Dus ik kan tijdens het rijden totaal niet mijn voeten gebruiken. Dus het is heel erg belangrijk dat mijn paard zo goed op mij is afgestemd dat ze op de kleinste hulpen reageert. En daarbij maak ik ook heel erg gebruik van stemhulpen. En daar reageert ze gewoon super op. En dat is zo de manier waarop wij voor elkaar krijgen dat ze doen wat wij willen op de momenten dat het moet. Ja, zoals Isabel Weerts bij wijze van spreken topcommunicatie heeft door precies die wissels te doen. Precies dat die allermoeilijkste dingen in de dressuurproef. Zo moet jij topcommunicatie met je paard hebben om de dingen te vragen die jouw paard moet doen. Ja, zeker. Er gaat ook echt wel wat tijd overheen voordat je dat echt perfect in orde hebt. Ik ben nog niet super lang een combinatie met dit paard. En Siska? Met dit paard Siska. En ja, dit was echt onze beste kuur tot nu toe. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, Jumping Amsterdam, een hoogtepunt voor jou en voor Siska. Je wordt begeleid door Femke Bouillon tegenwoordig. Ja, Femke Bouillon is ook de eigenaresse van het paard. En op die manier ben ik bij haar gaan trainen. En die samenwerking gaat gewoon heel erg fijn. En zij kan mij zo heel fijn begeleiden omdat zij het paard door en door kent. En ze is er altijd bij op wedstrijden. Dus we vormen een goed team samen. Ja. Opgeleid oorspronkelijk bij Kobi van Balen. Ja, klopt. Ik heb daar heel wat jaren getraind en topte hun begeleid al die jaren. En natuurlijk ook op de Spelen in Rio. Dus daar heb ik een hele goede begeleiding gehad al die jaren. Ja. En eigenlijk hoort het ook bij topsport dat je dan zo af en toe eens wisselt van trainer. Ja, soms gebeurt dat. En soms moet je dan, als dit op je pad komt, dan moet je die overstap maken. En ik denk dat we dat zo heel erg goed hebben gedaan. En we kijken weer vol vertrouwen uit naar de toekomst. Ja. Nou, zullen we eens kijken of het mogelijk is om jouw rit te gaan bekijken. Want ja, ik ben benieuwd. Ik heb hem nog niet gezien. Oh. Dus dan gaan we eens even kijken hoe dat gegaan is met jou en Siska. Nou, nu ben jij televisiecommentator, ja. Demi, dus vertel maar eens even wat je aan het doen bent. Voor het halthouden moet ik altijd heel goed de tijd nemen. Dat ze rustig stilstaat en daar geen spanning in krijgt. En er komt zo het wijken aan. Dat is voor ons best een moeilijke oefening, omdat ik natuurlijk niet echt mijn benen kan gebruiken. Dus ik zet vooral eigenlijk mijn handen opzij en moet doe een klein beetje een schopje met een been. Het is ongelooflijk, zoals dat paard eigenlijk op niks opzij gaat, hè? Ja, ja. Daar is echt super op getraind. En wij moeten in onze proeven een slangenvolte en daarbij moeten we overgang maken naar stap. Dat is heel moeilijk omdat je eigenlijk een hele ontspannen stap daartussenin wil hebben en een hele expressieve draf. Je hebt op jouw niveau niks te zoeken met een paard zonder goede basisgang ook, hè? Nee, zeker niet. Ze moeten absoluut een hele goede stap en een hele goede draf hebben. Deze slangenvolte ging heel goed, ging heel ontspannen en rustig. En wat ik ook zie, is datgene waar het de laatste tijd steeds over gaat, harmonie. Ja, zeker. Heel belangrijk. Als die afstemming er is, dan zie je ook dat terug in die harmonie. Hoe kom je aan zo'n uitstrekte draf? Heel hard trainen. Echt, daar heb ik me echt eindeloos op geoefend. En dit is heel moeilijk, want na die middendraf moet ik meteen weer wijken. Dat is wel een moeilijkheidsgraad in mijn proef. Dus dan moet je toch weer wat verzamelen en wel weer opzij. Ja, dat ging deze keer ook gewoon echt super. En in die stap is het bij ons heel belangrijk dat ze ontspannen en ruim stappen. Hier in het begin was ze nog ietsjes gespannen. Maar, ze vindt die hal natuurlijk ook best eng, of niet? Ja, het was voor haar de allereerste keer in zo'n grote arena. Maar naarmate dan langer stapt, dan wordt ze wel steeds iets rustiger. Maar dat zijn nog wel mijn verbeterpuntjes, vind ik altijd. Wordt het paard ook door Femke nog doorgetraind? Ja, zeker. Femke rijdt eigenlijk altijd 30 minuten ook los op wedstrijd. Dat is bij ons toegestaan. En eigenlijk train ik dagelijks met haar, gaat zij de eerste op. Ja. Vrije stap is ook altijd wel een goed onderdeel van dit paard. Ja, en dan moet hij ook zijn kopje laten zakken. Ja, volgt wel goed mijn hand. Dat doet hij ook nog braaf. Ja, echt super. Ze was zo geconcentreerd vandaag. Ja.
En ook nog een ontzettend mooi paard. Ja, ze is echt super knap om te zien. Ja. Echt, er komt echt wel binnen als zij eraan komt. Eigenlijk wel heel gaaf dat Femke Bouillon jou dat paard laat rijden. Ja, daar ben ik echt zo dankbaar voor dat zij naar mij toe is gekomen. We kenden elkaar al door onze gezamenlijke sponsor. Mm-hmm. En zo is dit eigenlijk tot stand gekomen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, want ik ken er wel een paar andere mensen die graag dat paard zouden rijden. Ja, dat denk ik ook, maar ze blijft toch echt. Ja. Heel mooi gefocust op jou. Ja, ze was echt super geconcentreerd. Want ja. Ze weet wel dat die overgang er daar zo aan zit te komen. Maar ze bleef toch goed wachten op mij. En dit was echt een momentje in mijn kuur dat ik dacht van nou, dit gaat wel echt goed. Nu gaat het goed komen. Ja, mooi. Ja, je bent een sporter. Je wil winnen, hè? Ja, zeker. Ja, je gaat voor het hoogst haalbare. En ja. Je wilt gewoon perfect op die muziek zitten en het hoogst haalbare eruit halen. Ja. En ik kwam ook gewoon hier bij die middendraf weer perfect op die muziek uit. Dus dat is gewoon een heel lekker gevoel als je aan het rijden bent. Ja. Het is een gaaf beeld ook in het terugkomen. Dat is gewoon complete communicatie tussen ruiter en paard. Ja, nou, daar hebben we hard op moeten oefenen op dat terugkomen. Want ze wil gewoon heel graag. Ze wil zo haar best doen dat ze wel denkt van nou, ik wil gewoon door. Die middendraf. Maar de communicatie was echt heel goed vandaag. Wat zijn je doelen nou met Siska? Ik hoop alle wedstrijden van de Witte van Moord Paratrofee te kunnen rijden. En het hoogste doel dit jaar is kwalificatie voor het WK. Dus daar gaan we heel hard voor en ik hoop dat dat gaat lukken. Tot en met het afgroeten, een fantastische proef. Ja, echt. Ik was zo blij vandaag met haar. Nou, dit was echt het beste wat we nu konden doen. Dus heel fijn dat het er dan ook op zo'n moment uitkomt. En dankzij Clip My Horse ook netjes vastgelegd voor de rest van je leven. Super, dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Dank je. En dankjewel voor het interview. Bedankt, graag gedaan.